Yes, dames en heren, een hele goede middag weer. In dit filmpje ga ik het hebben over hoe je nou de top van een parabool kunt berekenen. En daar krijg je ook een formule cadeau. Dus wellicht is het handig om als je aantekeningen maakt, om die formule ook echt op te schrijven. Nou, een kleine herhaling van de vorig filmpje, want dat is toch heel even belangrijk. Was namelijk over hoe je een na kunt gaan of het een dal- of een bergparabool is. Nou, ik heb al neergezet, die i is ax² plus bx plus c. En het ging voornamelijk natuurlijk over die letter a, die voor de x² staat. Nou, op het moment dat die positief is, dan heb je te maken met een dalparabool. Is die a negatief, dan heb je te maken met een bergparabool. Nou, als je kijkt naar het linker rijtje, dan zie je voor de x² een 4 staan. Je ziet ook voor de x² een positieve 2 staan en voor de x² 0,4. En ook dat is een positief getal. Naar het rechter rijtje, dan zie je voor de x² een min 4 staan. Je ziet weer min x², nou dat was die min 1. En voor de x² staat min 0,001. Dat is een heel klein negatief getalletje. Nou, dus dat geeft aan of het een dal- of bergparabool is. Nou, weet ook, bij een dalparabool hebben we altijd te maken met een minimum. En bij een bergparabool hebben we altijd te maken met een maximum. Nou, en waar we het vandaag over gaan hebben is, hoe kan ik nou de top uitrekenen van een dalparabool of een bergparabool? Dus op het moment dat ik een dalparabool heb, hè, bijvoorbeeld zoiets, hoe kan ik nou de coördinaten uitrekenen van die top? Of van een bergparabool, bijvoorbeeld zo. Hoe kan ik nou uitrekenen wat de coördinaten zijn van die top? Nou, ga ik aan de hand van een aantal voorbeeldjes ga ik uitleggen, ja, wat nou eigenlijk de juiste stappen zijn om die berekening te maken. Nou, de top van een parabool. Stap nummer 1 is, ik moet wel weten, van die formule, i is ax² plus bx plus c. Wat is mijn letter a, wat is mijn letter b en wat is mijn letter c? Nou, weet dat de letter a altijd voor de x² staat. De letter b staat altijd voor de x en de c is het getalletje wat zonder de x² en de x staat. Mocht er geen c te vinden zijn, dan is het natuurlijk het getal 0. Zie je ook nergens in de formule het getal x, dan wil het zeggen dat de b 0 is. Ja, op het moment dat de x kwadraat niet te vinden is, ja, dan hebben we nog ineens te maken met een kwadratische formule. Dan zou het zomaar een lineaire formule kunnen zijn. Nou, een voorbeeldje die ik jullie laat zien, maar voordat ik daarmee begin, deze formule schrijf hem alsjeblieft ergens op. De x-top is min b gedeeld door 2a. Nou, wat wil je daarmee zeggen? De x-coördinaat van de top is min b gedeeld door 2a. Nou, en die b en die a, die ga ik zo meteen erachter komen aan de hand van het voorbeeldje. Ja, dus hier ben ik de x-coördinaat aan het uitrekenen van de top. Nou, als voorbeeldje, ik geef je de formule en ik teken hem gelijk heel even om te laten zien wat ik nou eigenlijk wil weten. Ik zal hem heel even hier tekenen. Dit puntje daar in het rood, dat is namelijk de top van mijn grafiek. Nou, 4x² plus 8x min 9. Voor de x² zie ik een positieve 4. Dus ik heb echt te maken met een dalparabool. En dat rode stipje wat ik net heb getekend, dat is dus de top van mijn grafiek. Ja, en die top van die grafiek, die bestaat uit een x-coördinaat. En die x-coördinaat is daar te vinden. En dan kun je zeggen, hé, hey, wacht eens even, dat kan ik zo aflezen, dat is min 1. Maar ja, daar gaan we zo meteen berekenen of dat min 1 is. En later gaan we ook kijken wat de y-coördinaat is. Ja, dus nou, daar gaan we uitrekenen. Nou, hoe doe je dat? Als eerste gaan we namelijk kijken, wat is nou mijn a, wat is mijn b, wat is mijn c? Want die heb ik namelijk straks nodig om in die formule te stoppen.
de C eigenlijk niet. Hè? De A en de B is al voldoende. Maar als ik nou heel even het verhaaltje compleet maak. Nou, dan ga ik als eerste even opschrijven. Ja, wat mijn A, mijn B, mijn C is. Nou, dan kom ik op de volgende getallen. Mijn A, dat is het getal 4. Want die stond voor de x-kwadraat. Mijn B is het getal 8. Want die stond voor de x. En die min 9, dat is mijn letter C. Maar ja. Ik zei net al, die letter C die gaan we niet gebruiken voor die formule van de x-top. Nou, hoe luidt die formule van die x-top? X-top is min b gedeeld door 2a. Nou, en dan ga ik invullen wat mijn b en wat mijn a is. Dus om die x-top uit te rekenen, ga ik dus kijken wat is mijn b. Nou, mijn b is het getal 8. Dus ik ga mijn b ga ik vervangen met 8. Er stond nog een minnetje voor, dus je krijgt min 8. Zo. Dan ga ik dat delen door 2 keren a. Nou, en mijn a is 4, dus 2 keren 4. Hup. Nou, wat krijg je in de teller? Hou je dus min 8. In de noemer 2 keer 4 is 8. Nou, en dan krijg je min 8 gedeeld door 8, komt eruit min 1. En nu heb ik dus de x-coördinaat uitgerekend van mijn top. Nou, en ik zei daar straks al, volgens mij komt daar min 1 uit. Ja, nou, dus dit is de x-coördinaat van mijn top. Nou, hoe kan ik dan de y-coördinaat uitrekenen? Want die wil ik namelijk ook weten. Dit getalletje. Hè, wat bij de y-as ligt. Nou, hoe kan ik dat uitrekenen? Door mijn x-coördinaat in te vullen in mijn formule. Ja, dus die formule die gegeven is, die i is 4x² plus 8x min 9, die formule, daarmee kan ik de i uitrekenen. Nou, maar dan moet ik wel een x-coördinaat weten. Nou, die x is min 1. Nou, in de vorige filmpjes hadden we geleerd, als ik die x ga vervangen met een negatief getal, dan moet dat wel tussen haakjes. Dus je doet 4 keer tussen haakjes min 1 in het kwadraat plus, plus 8 keer min 1. Die hoeft niet tussen haakjes, want ik kwadrateer die niet. En dan min 9. Nou, als ik de tussenstappen even laat zien, dan krijg je dus 4 keer 1 plus 8 keer min 1 min 9. 4 keer 1 is 4. Plus 8 keer min 1, min 9. 8 keer min 1 krijg je min 8. Dus je krijgt 4 min 8, min 9. 4 min 8 is min 4, min 9. En min 4 min 9 is min 13. Dus ik heb nou mijn x-coördinaat uitgerekend. En dat is min 13. Dus hier komt dus min 13 te staan. Nou, dat klopt ongeveer wel als ik kijk in mijn tekening. Dus mijn top heeft nu de coördinaat, komt die, min 1, min 13. Eerst de x-coördinaat en dan de y-coördinaat. Nou, en zo kan ik dus de top uitrekenen. En die formule die je hier in het scherm ziet, min b gedeeld door 2a, ja, die is enorm belangrijk. Nou, een ander voorbeeldje. Stel nou eens voor, dit moeten we natuurlijk altijd vooropstellen, maar de formule is min 2x kwadraat plus 4x min 3. Nou, ik heb weer een tekening gemaakt waarbij de top duidelijk zichtbaar is. Dat is het hoogste puntje, maximum van mijn top, waarbij je bijna kunt aflezen, nou, als je kijkt naar de x-top, dan zou dat denk ik misschien wel 1 kunnen zijn en de i-top misschien wel min 1. Als ik het zo wel even aflees. Maar als ik het nou ga berekenen, dan hoop ik dat we daar hetzelfde uitkomen. Nou, wat moest ik als eerste doen? Ik wil eerst weten, wat is mijn a, wat is mijn b en wat is mijn c? Nou, die vul ik in. Dus ik krijg, mijn a is min 2, mijn b is 4 en mijn c is min 3. Maar ja, die c die hoeven wij niet te gebruiken in die formule. Dus die kun je misschien ook wel achterwege laten. Nou, die formule was min b gedeeld door 2a. Nou, ik ga hem invullen. Om die x-top dus uit te rekenen, krijg je dus min 4 gedeeld door 2 keren min 2.
Oftewel min 4 gedeeld door min 4. En min 4 gedeeld door min 4 is 1. Dus mijn x-top is gegeven, is uitgerekend, is 1. Nou, en volgens mij hadden we die vermoeden al wel. Maar ja, mocht je geen plaatje erbij krijgen, ja, dan kun je die vermoeden natuurlijk ook niet hebben. Ja, dus de x-coördinaat is 1. Nou, om uiteindelijk de y-coördinaat uit te rekenen, oftewel de y-coördinaat van de top, dan vul ik mijn x-coördinaat, die 1, vul ik dus in die formule in. Die formule die gegeven is. Y is min 2x² plus 4x min 3. Dan krijg ik dus min 2 keer 1 in het kwadraat. Ik hoef dat niet tussen haakjes te zetten, want 1 is gewoon een positief getal. Plus 4 keer 1 min 3. Nou, dan krijg je min 2 keer 1 plus 4 keer 1 min 3. Min 2 keer 1 is min 2 plus 4 keer 1 min 3. Min 2 plus 4 min 3. Min 2 plus 4 is 2 min 3. En 2 min 3 is min 1. Nou, en ik zei daar straks al, die i-top, ik denk dat dat is. Ja, en het blijkt ook nog. Dus hier komt het getal min 1. Nou, dus die top die we daar hebben, de top, heeft de coördinaat 1, min 1. Eerst de x-coördinaat, dan de y-coördinaat. Ja, nou, en dat is dus het maximum van de grafiek. Nou, heel belangrijk zijn natuurlijk de stappen. Ja, dus de eerste stap die je net hebt, bepaal wat je a, je b, ja, en eventueel wat je c is. Nou, dan ga ik die formule, die belangrijke formule ga ik invullen. De x-top is min b gedeeld door 2a. Zorg ervoor dat je hem ergens hebt staan en dat je hem echt leert. Nou, dan ga ik die a en die b ga ik dus invullen. Dan heb ik dus mijn x-coördinaat. En heb ik mijn x-coördinaat, dan ga ik naar stap 3 en vul die x-coördinaat in de formule om de y-coördinaat uit te rekenen. Dus in die formule, y is, ga zo maar door. Nou, dan de allerlaatste stap. Heb je die uitgerekend, dan heb je nu de x- en de y-coördinaat van de top. Nou, eerst de x-coördinaat en dan de y-coördinaat. Nou, en dat zijn de stappen die je moet ondernemen. Nou, en ik zei daar straks al, stel je nou eens voor, je hebt geen b. Dus stel je nou eens voor, ik heb de formule, y is x kwadraat of 2x kwadraat plus 6. In dit geval kun je zeggen, oh, mijn a staat voor de x kwadraat, dus mijn a is 2. Mijn b, die x, die staat er niet. Nou, in dat geval is mijn b 0 en mijn c, die is 6. Maar ja, die hoefden we niet te gebruiken. Nou, als ik dan de x-top uitreken, wat min b gedeeld door 2a is, dan krijg je dus min 0, hè, want die b is 0, oftewel gewoon 0, gedeeld door 2 keer 2. Nou, 2 keer 2 is 4, 0 gedeeld door 4, maar 0 delen door 4 is gewoon 0. Ja, dus het zou zomaar kunnen zijn dat op het moment dat je een formule hebt, hè, als voorbeeld heb ik hier y is 2x plus 6 genomen, dat de b niet aanwezig is. Nou ja, dan vul je hem wel gewoon in, maar dan komt er in de teller komt er het getal 0. Dus je uitkomst is uiteindelijk ook 0. Nou, deze 4 stappen die je sowieso hier ziet, ja, die zijn ook wel belangrijk om die te ondernemen. Nou ja, en probeer juist heel veel te oefenen om die top van die grafiek erachter te komen. Nou, heel veel succes en mochten er vragen zijn, dan hoor ik het weer graag. Doei doei!